Jongens en meisjes, wat we vandaag gaan doen is een beetje iets spannends. Ik zelf heb deze truc gezien toen ik klein was van Diego Armando Maradona. Dat is een hele grote voetballer geweest. Hij is nu trainer en dat is een bal die je over je hoofd meeneemt. Dus je dribbelt eigenlijk in de bal mee en dan neem je hem achter je standbeen over je hoofd als een boog. Neem hem in de loop mee zodat de bal over je tegenstander valt. Gaan we het proberen. Simon Tjommer speelt de hoofdrol in een serie speciale films voor Via Reva. Via Reva is een revalidatiekliniek in Apeldoorn. Maar hoe is de samenwerking tussen Via Reva en Heracles Almelo nu eigenlijk tot stand gekomen? We hebben een paar jaar terug hebben we Peter Bos, die hier toen trainer was, benaderd. Omdat Peter uit Apeldoorn kwam en wij zoeken eigenlijk wat mensen die ons willen ondersteunen. En die een binding hebben met de regio. Want wij zijn ook een regionaal centrum en daar hebben we toen een brief heen gestuurd. En Peter reageerde heel leuk en zo zijn we eigenlijk in Almelo bij Heracles terechtgekomen. De bedoeling is dat die kinderen revalideren van allerlei problemen. En daar probeer ik die kinderen wat bij te stimuleren. En het is hartstikke leuk, ik ben daar geweest. Het is in Apeldoorn. En als je dat al ziet, hoe die mensen daarmee bezig zijn, dat is al geweldig om te zien. Maar voor die kinderen is het natuurlijk ook geweldig wanneer bekende voetballers, in dit geval een trainer, laten zien dat ze meeleven. En we proberen op die manier die kinderen wat te stimuleren om daar aan sport te doen. En ook te kijken van, ja, wat voor sport past nou bij die kinderen? Ja, het ging allemaal heel snel, heel soepel bij jou. Het stond er allemaal in één keer op. Heb je wel ervaring mee of niet? En dat op die leeftijd. Nog soepel ook nog. Nee, het is gewoon leuk om te doen. Omdat het natuurlijk, wat ik al zeg, voor een goed doel is. En dat is ook belangrijk voor ons als Heracles zijnde, denk ik. Dat wij meer over de lijnen kijken dan dat we tot nu toe doen. Dat we altijd kijken wat er nog te helpen is en wat het helpen valt. We hebben natuurlijk een bevoorrechte situatie allemaal hier. Dus dat we ook mensen helpen die wat moeilijk hebben in het leven. En als je bij je eigen blijft en wat trucjes mag voordoen. Nou, dat is toch hartstikke leuk ook voor de kinderen. Nu zijn de trucjes met een verschillende moeilijkheidsgraad opgenomen. Hoe moeten we dat zien? Nou, kinderen zijn van verschillende leeftijden en met verschillende aandoeningen. Dus we willen iedereen op hun niveau aanspreken. Dus voor kinderen die meer moeite hebben met bewegen en wat trager zijn, zijn juist de makkelijke trucjes leuk, maar kunnen ze wel wat leren. Voor degenen die wat verder zijn en wat meer uitgedaagd kunnen worden, zijn de moeilijke trucjes. Maar ze hebben ook allemaal broertjes en zusjes en vriendjes. En wij plaatsen de filmpjes op onze Facebookpagina, straks op onze website. En zo kunnen ze ook laten zien waar Via Reva voor is. En dat het niet alleen maar hard revalideren is, want dat is hard werken. Maar ook heel veel lol is, waar de rest van het gezin ook iets aan heeft.